Dus al die blije gezichtjes dat ze elkaar dan zien. We zijn even buiten gaan wandelen. Iedereen ligt al vroeg op bed hier. Echt. Dus ik had een chocoladebui. En eigenlijk de laatste paar dagen niet. Geen trek meer gehad in chocola. En ook helemaal niet meer over nagedacht. En ik ga iets heel bijzonders doen. Goedemorgen, het is maandag. En als het goed is, sowieso voorlopig de laatste week homeschool. We gaan zo naar school, want we moeten nog een pakketje ophalen van school. Nieuw schoolwerk. En we moeten echt een beetje opschieten, maar Sarah is niet snel. Die is zich als het goed is nu aan het aankleden. En dan kunnen we daarheen. En ik hoop echt, want ze hebben het nu wel naar buiten gebracht. Maar ik heb het nog niet in de persconferentie gehoord. Dus ik wil het wel echt heel graag horen. Dan ben ik benieuwd of inderdaad het ook doorgaat. Maar voor nu hou ik me er maar aan vast. Want zoals ik al eerder zei, homeschool is niet echt fijn. Ik moet gewoon eten. Dus ik eet even snel een banaantje. Altijd even een snel goed ontbijtje. Wij hebben het schoolwerk opgehaald. Niet zo'n volle tas trouwens, hè, dit keer. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het nog maar voor een weekje is. En dan mag je weer naar school. Ja, het was leuk, hè? Allemaal vriendjes en vriendinnetjes weer zien. Ja. Dus al die blije gezichtjes dat ze elkaar dan zien. Ja, Mila zie je natuurlijk wel vaak. Rivano heb je gezien. Jaden heb je gezien. Ik heb Alex. Ik heb zijn zus gezien. Ja. Dat was leuk, hè? Ja. Dus zo blij. Dan zie je hoe erg ze elkaar missen. En we zagen gewoon... We waren oude dansjes aan. Ja, van gisteren, die ik gisteren had geleerd. Gingen we met de juf doen. MCA. Goed zo. Hi, MC8. Ik heb lekker lunch gemaakt. Mara, je valt. Ja. We zijn even buiten gaan wandelen, want het is op zich best wel oké weer. Echt niet. Dat wil zeggen droog. En ik ben niet alleen met mijn kind, maar met mijn kind en mijn kleinkind. Nee, zo. Er was niks aan de hand op mijn auto. Dat was naar ons. Dat was Michael, die zwaaide. Michael toeterde. Ik zag het ook op het laatste moment pas. Ja. Gezellig aan de wandel. Zo liep ik vroeger altijd met jou. En ik was elke dag ging ik wel een stuk lopen, zo met je. Elke dag. Lekker in de wagen, lag je lekker warm. Ook als het vroor of maakt niet uit. Lekker even in de buitenlucht en dan sliep je heerlijk. Oh, jij gaat met de bus. Oh, waar ga je naartoe? We moeten aan het zingen. Tijd voor lekker winterse stamppot. Winterse? Ja, zo winters. Iedereen ligt al vroeg op bed hier. Echt, Sarah ging na het eten naar bed, maar Marco ging ook echt heel vroeg naar bed. Dus ik ben alweer alleen. Met Marco net voor thee gedronken. Dus ja, ik ben mijn avondje alleen eigenlijk. En ik ga thee zetten uiteraard. Zo stom. Ik had een chocoladebui elke keer. Oh, ik heb nog bakjes open. Die moet ik nog invriezen, maar die konden net de vriezer niet in. Ik kon net ook al niet al mijn afwas in de vaatwasser zetten, want die was vol. Dus die staat nu op de eco tussendoorstand en dan kan ik hem zo weer aanzetten. Maar goed, overal staat nog zooi waarop ik even moet wachten voor ik het kan verzenden. Of verzenden weg kan doen. Ik had een pakketje gemaakt dat ik morgen mee moet geven aan het picknick om te verzenden. En dat zag ik dus staan. Wat wilde ik zeggen? Oh ja. Dus ik had een chocoladebui.
En eigenlijk de laatste paar dagen niet. Geen trek meer gehad in chocola en ook helemaal niet meer over nagedacht. En toen kwam dus de vlog online met heel veel chocola. En nu heb ik dus echt heel de tijd weer trek in chocola. Maar ik wil eigenlijk geen chocola eten. Maar echt. Als ik nou misschien 2 of 3 muntjes pak en daarna iets anders maak. Dan heb ik misschien en mijn trek gehad en dan toch gevuld nog met iets anders. Ik heb geen chocola gepakt, dus ik ben een beetje trots op mezelf. Ik heb wat gezonds gesnackt. En ik ga iets heel bijzonders doen. Voor mijn doen dan. Het is 11:55. En ik heb al alles opgeruimd. En ik ga op tijd naar mijn bed. Even donker hoor, want anders maak ik dadelijk iedereen wakker. En dat is niet de bedoeling. Zo. Dan was er weer licht. Morgen hebben we een monteur vroeg. Er kan een monteur vroeg komen, maar dat weet ik niet zeker. Dus ik moet wel vroeg mijn bed uit zijn. Dus ik dacht, laat ik maar eens op tijd naar mijn bed gaan. Ik doe trouwens elke keer mijn ogen nu met deze van Clinique. De Rinse Off Eye Makeup Solvent. Maar ik weet nog niet helemaal wat ik daarvan vind. Maar goed. Die had ik nog staan. Dus ik denk, laat ik hem dan ook eens gebruiken. Dus ik ga mijn make-up eraf halen. Tandjes poetsen, gezicht wassen, alles. En dan ga ik lekker op tijd slapen. Oh, geen van mijn ogen. Ah, elke keer als ik mijn ogen open doe, prikt die heel erg. Dat heb je met die doekjes niet. Maar anderzijds haalt hij het wel goed snel af. Dus dat scheelt dan weer wel. Goed, ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Wat ik wel weet, is dat ik deze vlog wil gaan afsluiten. Dus, ik wil je, zoals altijd, bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je om even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!